mooi vond in een recent stuk in de Groene Amsterdammer. Als de overheid het goede voorbeeld geeft door te zorgen voor een groene buurt, doen bewoners mee en zijn minder geneigd hun tuin grotendeels te betegelen. Ik weet niet, dat was niet per se aan Jesse Klaver bedoeld, maar het kan beter. Voorzitter, kritisch noot. Want wat ik wel wat mis in de initiatiefnota is echter een visie op waar deze extra bomen moeten komen. En de buurten waar de armste mensen wonen en de kleinste woningen zijn, hebben zelden het meeste groen. En die mensen moeten dus vaak verderop om natuur te kunnen ervaren. En ik vond een heel pijnlijk voorbeeld van hoe de ongelijkheid werd vergroot, las ik in het proefschrift van Shivant Yagoo. Hij schreef daarover een voorbeeld van de gemeente Rotterdam. Die hadden geld vrijgemaakt om de stad te vergroenen. En ze begonnen vol enthousiasme in de rijkere wijken. En toen ze toe waren aan de armere buurten, toen was het geld op. Maar bedachten ze toen, weet je wat we doen? We gaan grote zeildoeken laten bedrukken met bomen daarop. En groen daarop. En dan hebben die mensen ook nog wat. Nou, ik vond dat wel een van de trieste voorbeelden die ik gelezen heb. En wat is eigenlijk de visie van de indieners erop? Hoe kan de gelijkheid juist worden vergroot met dit plan? Voorzitter, ja, als klimaatwoordvoerder ben ik natuurlijk ook heel erg blij met de grote bijdrage die het plan levert aan de klimaatopgave.